50 meter nog. En de start is gevallen en daar gaan ze, die nummers 1 en 2, toch heel hard in een duel op weg naar de eerste bocht. En Arend de Vrede, die pakt het plekje waar Jaap van Rijn op zat te azen. En zo gaan de deelnemers dan de eerste bocht in. Maar Jaap, die krijgt hem er wel tussen, denk ik. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan. En dat doen we met de situatie waarbij Danny Brouwer en Dutch Dynamite de leiding hebben genomen. Op de tweede plaats erachter Attila. En in derde stelling volgt Blue Diamond. Eerste paard aan de buitenkant, erop komende Caesar Bitter ook. En achter Caesar Bitter ook zit de favoriet. Op dit moment aan de binnenzijde een beetje vast. En dat is Bijou Cartouche met John de Leeuw. Daarachter komt aan de buitenzijde nu naar voren het nummer 6 van Cavalli Starlake. En achter Cavalli Starlake is er ook aansluiting voor Dylan F. Boko. Het 7-koppige veld dicht bij elkaar. En mogelijkheden nog genoeg voor alle paarden. Caesar Bitter ook. Die komt aan de buitenzijde zo dadelijk in de buurt van de koploper. Paard nummer 1, Dutch Dynamite. Dutch Dynamite, Attila, buitenzijde, Caesar Bitter ook. Maar die dringt niet erg aan. En dat past enorm in het straatje van Danny Brouwer en Dutch Dynamite, die hier van kop af op Alkmaar nauwelijks te verslaan zijn. Daarachter volgt dan aan de buitenzijde Rob de Vlieger. En Rob de Vlieger die is actief met Cavalli Starlake. Aan de binnenzijde Blue Diamond. En achter Blue Diamond hebben we dan in het tweede spoor Dylan F. Boko. En de koers ontwikkelt zich niet erg gunstig voor paard nummer 7. Bijou Cartouche die zal vanaf de laatste plaats moeten komen in een koers waarin het tempo onderweg een wandeltempo werd. We gaan op weg naar de verre linkerbocht. De paarden 2 en 2. De Leeuw nu wel naar het tweede spoor. En een verrassingsaanval komt er van Dylan F. Boko. En Bijou Cartouche gaat er eigenlijk gelijk achteraan, of toch nog niet. In ieder geval zal nu het tempo omhoog gaan en het is nog altijd met de handen vol Dutch Dynamite aan kop van het veld. Buitenzijde daarna Caesar Bitter ook. Aan de wijde buitenzijde Dylan F. Boko. En dat betekent dus Kamminga op dit moment in een Krebas sandwich. En daarachter volgt dan aan de binnenzijde Attila. Achter Attila Cavalli Starlake. Die kan ook nog wel eens gevaarlijk worden vanuit deze positie. Dan komt aan de buitenzijde Bijou Cartouche één plekje goed maken. En dat gaat op dit moment ten koste van paard nummer 3 Blue Diamond, de sterke winnares van Emmeloord. We gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En het is daar nog altijd die Dutch Dynamite aan kop van het veld. Tweede plaats, Caesar Bitter ook. Loopt een sterke koers tot nu toe, alles buitenom. Daarachter is het dan driedik Dylan F. Boko. Aan de binnenzijde loopt geen meter te veel Attila. Cavalli Starlake nog altijd goed daarbij. En dit is voor John de Leeuw het moment om zijn Bijou Cartouche los te laten. Maar dat betekent een bocht vier dik hier op Alkmaar. En Danny Brouwer gaat niet op hem wachten. Die neemt de vlucht. En die heeft inmiddels anderhalf, twee lengte voorsprong genomen. Maar Bijou Cartouche is een vrij stukje aan het laag vliegen. En die komt dan aan de buitenzijde, zien er ogen naderbij, samen met Caesar Bitter ook. Laatste rechte lijn en het is nog altijd die nummer 1, Dutch 6. Dynamite. Maar daar komt aan de buitenkant Caesar Bitter ook en helemaal aan de buitenzijde Bijou Cartouche. Maar het is gewoon de 1 die stand houdt voor de 4, dan de 7, de 8 en de 2 voorlopig. Daar zijn de winnaars. Althans, ik kijk even naar boven. Meneer Haks, ja, dank u wel. De winnaars van de 6e koers. Dutch Dynamite en Danny Brouwer. 5 jaar deze zwart-bruin ruin. Straussie uit Urianen Dijkhoeven. Gefokt door Stal Dynamite. Bezit van Stal PD. Trainer Bas Krebas. In de sulky zat Danny Brouwer. Foto's worden gemaakt. Danny scoort een quick double, zoals dat heet. We geven even iedereen de gelegenheid om erbij te komen op de foto. Een klopje van Danny voor zijn paard Dutch Dynamite. Ja, Danny, toch weer terug naar Alkmaar. Ja, het paard is even ziek geweest, heeft wat tegenvallen gehad. Het duurde wat langer als verwacht, maar hij komt weer sterk terug. De ziekte was ontstond medio mei. Ja, het was een kleine verkoudheid en daar is hij nogal gevoelig voor. Maar dat merken we weinig van meer nu. Dit was de oude Dutch Dynamite, denk ik. Ja, zeker weten. Ja, dan zit je makkelijk. Ja, super. Ander paard dat van rust komt. Een paard dat we allemaal in ons hart hebben gesloten. Jonker Fanatic. Kan je daar iets over vertellen straks? Ja, Jonker werkt fantastisch. Heeft een hele zware peesblessure gehad. Maar dat, ja, Bas is daar een speciale trainer. Die kan daar goed mee omgaan. En die moet goed zijn. We gaan het zien. Dankjewel. Dutch Dynamite, dames en heren, sterke winnaar van de 6e koers. U kunt in de handen voor een paard dat hier op Alkmaar grossiert overwinningen. Het is nummer 10 uit 30 starts. Dat is een mooi gemiddelde voor Dutch Dynamite. In dit geval met Danny Brouwer.